Kijk hoe netjes. Ja, het is echt heel erg. Ik kwam deze dingen allemaal tegen. Goedemorgen en welkom weer bij een nieuwe dagvlog. Het is vandaag donderdag 4 januari en we zijn weer aan het vloggen. Ja, we zijn weer aan het vloggen. Want ik denk, ja, ik moet vandaag 4 dingen weggooien. Wat erg is, ik heb dus niks voorbereid, hè. Gisteravond kwam ik in de stress. Toen rende ik naar boven. Ik heb gewoon echt random dingen gepakt. Want mijn slaapkamer ligt toch vol met dingen die allemaal weg moeten. Maar echt random. Helemaal niks voorbereid. 3 dingen gepakt. En ja, dat is de realiteit. Een beetje erachter. Dus ik moet vandaag of morgen wel even een beetje voorbereiden. Dus in ieder geval, de kamer zo ver opruimen, doe ik het even in een bak. En dan iedere keer kan ik 4, 5, 6, weet je, zo de dingen eruit pakken. Want het is een beetje raar om per dag random shit te pakken. Volgens mij moet je dit gewoon voorbereiden, ik weet het niet. Maar goed, het is gelukt. Vandaag 4. Maar ja, als ik straks op nummer 31 zit, dan denk ik niet dat ik wegkom met 31 papiertjes weggooien of zo. Het moeten wel spullen zijn, vind ik zelf. Of kleding, of spullen. Ja, nou, Fleur en ik gaan eventjes aan het doeboek van Rutger en Paco. En Thomas ook nog. En er zit dus een heel mooi pretpark. Ik ben een beetje uitgeschoten, ik kan het nooit tegen. Oh, je moet de stickers zoeken, hè? Ja, er moeten de stickers geplakt worden op dit spel. En dan kunnen we dat spel spelen. Ik weet niet hoe het spel werkt. Oh no. Dus ja, dat gaan wij even doen, hè? We laten zo wel zien hoe het wordt. Nou, we zijn erachter hoe het werkt. Ik haal ze uit het boek, uit het stickerboek en Fleur plakt ze op. Kijk hoe netjes. Wow, is perfectie dit. Keurig. Wat leuk, wat echt een spel. Oké, en nu? Nummer 4, hè? Dat is deze. En die hoort hier. Ik denk deze, want hier staat die 4. Oh. Dit is 7. Ja, ze staan een beetje naast elkaar, hè? Die moet zo hier, de nummertje 7. Ja. Nummertje 4. Ja. Helemaal goed. Nummer 5. Dat is... een hele grote, zo'n reuze rat, zie je dat? Oeh, heb je netjes gedaan, Janneke. Kan ook wel dingen. Ja, oh. Oh, kan die nog eraf? Nee. Nee, nou, dan is deze gewoon een beetje scheef. Een scheef reuzenrad. Maakt niet uit. Kan ze eruit kieperen. Is best extra spannend. Nou, wij gaan nog even doorplakken. En we zijn al wat uurtjes later. Ik ben samen met Fleur en mijn nichtje zijn we nog even bij mijn moeder langs geweest. We horen hoe het met, is het mijn stiefvader, het is haar vriend. En ik heb er nooit gewoond, dus ik zie hem meer als de vriend van mijn moeder. Dus of ik hem dan stiefvader moet noemen, maar in theorie is hij dat natuurlijk. Maar ja, het gaat goed met hem. Hij heeft dus een hartinfarct gehad, maar goede conditie, dat soort dingen. Dus hij mag eigenlijk naar huis, maar hij heeft nu corona gekregen. Volgens mij hebben iedereen in de familie zo'n beetje de corona gehad, maar hij heeft het nu. En niet op een heel handig moment, want ja, dan mag je dus nog niet naar huis. En hij ligt daar een beetje verveeld te zijn en hij wil eigenlijk gewoon liefst gewoon naar huis. Maar ja, goed, als de waardes dan te hoog zijn in je bloed, dan mag je dus niet naar huis. En nou, dat moet hij dus even afwachten en dan mag hij naar huis toe. Dus ja, we moeten mijn moeder maar even een beetje er doorheen slepen. Dat is echt even een dingetje, maar dat geeft niet. Nee, maar goed, dan is wel de middag gevuld. En daarna wat eten gemaakt voor hier en met Fleur even gegamed. Ja, ze vindt het ook heel leuk om op de PlayStation te gamen met zo'n muziekspel. Moet je met z'n tweeën, moet je lijntjes volgen. Nou, dat soort dingen vindt ze helemaal leuk. Die is nu in bed. Morgenochtend gaat ze al vroeg de zusje en de moeder ophalen voor het weekend. En dan komen zij het weekend naar huis. Zondagmiddag moeten ze dan weer terug naar zijn epileptisch centrum. En dan komt Fleur ook weer hier voor de week. Schoolweek, dus ik moet het ook naar school brengen. Dus dat is voor mij wel weer eventjes anders dan anders. Maar ja, dat geeft helemaal niet. We kunnen dit. Maar goed, voor vandaag moet ik dus 4 dingen weggooien. Het is 4 januari. Ik had al een klein beetje voorbereid. Niet echt geweldig. Ik had op Threads al gezet. Dat is een soort van Instagram Twitter ding. Had ik al gezegd van ja, ik heb het niet voorbereid. Ik ren als een kip zonder kop spullen te zoeken om weg te doen. Zo gaat het wel een beetje. Ja, het is echt heel erg. Maar ik heb dus in het weekend iets meer tijd en ruimte om het een beetje uit te zoeken wat ik weg wil doen in mijn kamer. Want het staat gewoon heel vol. Maar kijk, ik kwam deze dingen allemaal tegen. Een dobbelsteen. Dat is een Sinterklaas spel wat we ooit gespeeld hebben. Maar eigenlijk al 4 jaar niet meer hebben aangeraakt. Die had ik nog liggen.
Een zonnebril die niet meer lekker zit, die mag weg. Een telefoonhoesje van een telefoon die ik niet ken. Dus het lag in een laadje bij mij. En deze zwembandjes. Nou, die verpast Fleur volgens mij al lang niet meer. En ze kan inmiddels al redelijk zwemmen. Dus ik denk niet dat we deze nog nodig hebben. Dus die mogen ook weg. Ja, die zijn nog helemaal in de verpakking. Dus die mogen naar de kringloop. Dit gaat gewoon weg, want deze is helemaal kapot. En er zitten allemaal vingers en zo in. Die zonnebril is ook bekrast en niet meer goed. En dit hoesje ook niet. Dus die mogen weggegooid. Maar ja, dit zijn de 4 dingen van vandaag. Ja, en eigenlijk heb ik niet heel veel anders meer gedaan dan Dreamlight Valley. Wat gelezen. Ik ben trouwens aan een nieuw boek begonnen. En dat zal ik ook even laten zien. Dat is deze, Touch of Ruin. Hades en Persephone. De Griekse mythologie, volgens mij. Superleuk om over te lezen. Ik ben nog maar net begonnen, maar het is in ieder geval heel vlot geschreven al. Ik weet niet of ik het iets ga vinden, maar ja, weet je, het had van die mooie sprayed edges. Dus het zal vast een heel leuk boek zijn. En ik had hem gekregen volgens mij ook. Dus. Maar ik ben heel benieuwd wat het boek me gaat brengen. Niet dat ik heel veel lees de laatste tijd. Ik kan mijn gedachten er niet goed bij houden, maar weet je, het komt allemaal goed. Er zijn van die periodes in het jaar dat ik heel veel lees en dan wat minder. Maar ik probeer het wel een beetje bij te houden. Dus dat. En ik ben Fleur uit Pluk van de Pettenflat aan het voorlezen. Dat vindt ze zo leuk. En dan zijn we nu bij het hoofdstuk van de stampertjes. Nou, die zijn natuurlijk wel hartstikke leuk. Als je Pluk van de Pettenflat kent, dan weet je ook wie de stampertjes zijn. Superleuk. Nostalgie. Ik las het mijn eigen kinderen ook altijd voor. Lang geleden. Maar goed, ik dank jullie wel voor het kijken naar deze vlog. Vond je hem leuk? Vergeet er niet een duimpje omhoog te geven. En te abonneren op mijn kanaal hier beneden op de abonneerknop voor nog meer vlogs, shoplogs en andere soort video's. Slaap lekker voor straks en kijk dit in de ochtend. Dan wens ik jou een hele fijne dag vandaag. Doei doeg, tot morgen!